één jaar Ziggo Sport. En als je nou een absoluut hoogtepunt moet kiezen van Ziggo Sport, wat is dat dan voor jou? Nou ja, ik heb nog een aandenken aan. Ik denk een beeld op mijn hoofd. De overwinning van Max in Barcelona. Ja, voor mij is dat natuurlijk maar één moment. Dat is natuurlijk dat ik voorspelde dat Max de race ging winnen. En dat iedereen mij voor gek verklaarde. Maar ik voelde die spanning tussen Hamilton en Rosberg. Ik zei gewoon, het gaat gewoon gebeuren. Eerste ronde vliegen ze eraf en Max wint die race. Ja, joh, die Rosberg, die moet. Die mag ook het risico nemen. Die Hamilton, die moet. Nou, dus dat wordt een clash. Huppatee. En dan krijg je hem gewoon cadeau. Het enige wat je dan moet doen, is even die rondjes afmaken. Oh, nee! Touché erbij, de Mercedes, het tetsen eraf! Man, wat een dag! Dit is een partij vette shit. Hey. Ik weet nog, die laatste ronde stond ik op de banken te springen bij Ziggo. En ik landde uiteindelijk erachter. Top. Waanzinnig. Dat was echt serieus. Iemand aan mij over 10 jaar nog gaat vragen, wat was voor jou het moment? Was het deze. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo hey, yo ho, yo fucking hell, wat bizar. Maar is het nu zo dat jouw vrouw 's ochtends even aan jou vraagt wat het weer voor de komende week gaat worden? Nou, dat soort dingen. Er zijn wel heel veel mensen, zelfs in de supermarkt, die me vragen, wordt het een meisje of een jongetje? En ik denk van, oh ja, dat was het. Ja, ja. Wat vind je dat altijd leuk om daar te zitten? Want ik heb het idee, hè, met Coronel. Ja. Ja, jullie kunnen elkaar volgens mij echt in de haren vliegen na afloop van zo'n race. Nou ja, af en toe een corrigerend elleboogje en zo, dat kan wel hoor. We hebben geen ruzie. Ik denk niet dat we elkaar neermappen. Maar ik heb hem wel eens een tik verkocht in de uitzending. Hij heeft ook wel eens een glas water in mijn kruis gegooid in de uitzending. Wat trouwens niemand gezien heeft. Ja, het is voor jou en die gozer pakt het maar van je af. Maar wat mij wel opvalt, is dat ze door elkaar heen kunnen praten. Dus hier met je loge. Ik hoor het radio. Wat is dat? Ja, je doet niks. Ja, je Hij zit namelijk ook altijd door jou heen te lullen. Doodziek van. Ja. Doodziek. Tommy, daar moet je echt mee kappen in 2017. Weet je, Robert heeft af en toe mening, ik heb af en toe een mening. En daar zit wel, ja, daar zit gewoon verschil in. Ja, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Maar het gaat er wel eens heftig aan toe. Hij slaapt meestal tijdens de uitzending, dat weten mensen niet. Hè? Echt? Hij valt in slaap. Ja? Hij kijkt de start en dan valt hij in slaap. Ja, en daarna... Dan gaat hij heel interessant doen bij de na-analyse. Ja, precies. Maar heeft niks aan zin. Ja. Nee. De trouwe Ziggo-kijker, Ziggo-sportkijker, heb jij daar nog een presentje voor? Uiteraard. Ja, ik heb een dummy WTC-auto, dus een modelletje. Ik heb een petje. Dat is jouw auto, hè? Dat is mijn auto. Petje van mijn raceteam. En natuurlijk niet te vergeten, ja, ik bedoel, dit is waar de monteurs mee rondlopen. En ik zelf ook. Team Gear en uiteraard Eat My Dust. Ik bewaar veel thuis, zeker uit de Formule 1-tijd, IndyCar-tijd. Dus ik denk dat ik een paar handschoenen ga doneren met een krabbeltje erop. Maar dat zijn geen tuinhandschoenen, neem ik aan. Nee, dat zijn echte racehandschoenen. Ja? Ja. Die is voor de fans, hè? Niet voor jou, hè? Nee, precies. Nee, ik zie er een beetje naar kijken. Nee, ik zelf maar ook kijk wel even. Ik kan zelf gewoon uiteraard... Maar ik heb er nog wel eentje voor je. In de auto? Ja, hoor. Graag.